wie het afgelopen weekend in de stad was, zal het niet ontgaan zijn. Er spoelde een roze golf door de stad. De Roze Zaterdag vond dit jaar plaats in Groningen. Roze Zaterdag is begonnen als een evenement voor homo-emancipatie. Nu, 33 jaar later, is het uitgegroeid tot een driedaags evenement boordevol roze activiteiten. Hoe vinden jullie deze dag? Heel erg gezellig. Hoe zag jullie programma er vandaag uit? We hebben een stuk van de parade meegemaakt, het laatste stukje. Gewoon heel veel mensen gekeken vooral, hè. Dat is heel erg leuk om te doen. Is dit een soort met van gezinsuitje? Hebben jullie een gezinsuitje van gemaakt? Nou, eigenlijk wel. Ik ben met mijn vrouw, mijn dochter en mijn zoon. En het lijkt ons gewoon fantastisch hier. Dus, het is geweldig. Ja. Goed muziek. Dus, en waar komen jullie vandaan? Hogezand. Hey, jullie zijn al een tijdje bezig. Al een hele tijd. Ja, een tijdje, ja. 5 uur al. Ja. Ja. 5 uur. Oh ja, 5 uur. Komen jullie uit Groningen of zijn jullie hier naartoe gekomen? Friesland. Leeuwarden. Hij komt uit, waar kom je? Boelenswolde. In de hele stad waren kunstexposities, zoals hier bij Galerie Mooiman aan de Noorderstationstraat. Er was toneel met als uitschieter de musical Wilde Rozen in de stad Schouwburg. En in de Martinikerk konden stellen elkaar opnieuw het jaarwoord geven. Een erg zichtbaar onderdeel van Roze Zaterdag is de parade. Een bonte stoet van belangenorganisaties en feestvierders trok voorbij. Maar ook de politie, wethouders en de gemeenteraad liepen mee om het belang van homo-emancipatie te onderstrepen. S'avonds waren er twee grote muziekpodia op de Grote Markt en op de Vismarkt met optredens van bekende DJ's en onder meer de Benga Boys. Het evenement trok ongeveer 40.000 bezoekers naar de stad.